Lorette had onlangs een boekhoed gegeven, een boek, Snapke Truc. En het was een heel benieuwd naar wat er bedoelde met dat Snapke Truc. Snapke Truc, kijk, de kind zit letterlijk opvatten en dan kan ze een treinhaar te hoed doen. Dat kan ze letterlijk doen, maar dat kan ze ook figuurlijk doen, dat kan ze met de leven doen. Dat kan ze aan te rumlogen, lopen wat er allemaal gebeurd is, wat allemaal nu op dit moment gaande is, wat geeft. En wat is daar de koppeling tussen? Tussen wat gewijs is en wat nu allemaal aan de hand is. En niet alleen naar de eigen persoon, maar ook naar de omgeving. En nou, ja, nou, nog grotere omgeving eigenlijk. En ik heb gemengd, of dat is eigenlijk zo gegroeid, om aan de hand van keuzes van lui die heel veel leedjes van mij kennen, die een keus te laten maken, morgen zijn een top 5. De uiteindelijke lease kwam voor een groot deel overeen van ik hoop dat ze dat leedje ook gekozen hebben. En voor een deel was dat zo, maar voor een deel ook niet. Maar dat is dat ook een pad wat ze bewaren. Als je zegt, nou, de lui mogen de keuzes maken. Respecteer dat dan ook en doe dat dan ook. En dat is ook gebeurd. Ik zag net een link maken tussen het verleden, tussen het heden. Misschien ook even verduidelijken waarvoor we hier zitten. Want dit is een plek die lui wel zouden kennen, zullen moeten kennen. Mm-hmm. Maar wat betekent dat voor dich, deze plek? We zitten hier op Reinickenshof. En Reinickenshof is een boerderij. Het heeft altijd een agrarische functie gehad. Dat huurt, kadastraal bij het kasteel. Bij het kasteel van Hees. Dus we houden kasteelen vroeger allemaal omliggende boerderijen om een voedselvoorziening te regelen. En daar is dit dus eigenlijk boerderij van. Hoe van de oudste gedeelte uit begin 18e eeuw, eind 17e eeuw stammen. En het toeval wil dat begin 20e eeuw, zien mijn grootouders, hoorden dus de pachters van dit pand, van dit boerderij. Dus mijn pa, dat wordt dan de oudste, is hij eigenlijk min of meer opgegroeid. Is hij juist niet geboren, maar wordt opgegroeid. Maar zijn broers en zusters wel. Dus het heet voor mij wel een historisch waarde, maar dan gekoppeld aan familie. Ja. In het boek komt nog een stuk over mijn familie langs. Want wat is het boek eigenlijk? Een grote reflectie op wie kunt het? Was ze deze, was ze deze. Ja, voor wat doen dat ik? Was ze deze. En vooral gericht op mijn activiteiten op het gebied van tekst en muziek. Ik ben hier als kind heel veel geweest. Kwam ze hier op vakantie, kwam ze hoe de groot gezin van Nuurje. En ze waren best blij dat ze nu en daar een paar maanden in de vakantie kwijt waren. Ze worden naar de andere kant van de deur. Gewoon aan de kant van de deur. De oude schoes van dicht dat stond. In de Prins-Hendrikstraat. Ja, dat is dus, ja. Dus dat is een paar straten weg, moet ik zo zeggen. Maar toch een wereld van verschil. Maar dit is hier een totaal andere wereld. Hebben ze meer van die plekken die zo heel speciaal voor zich zijn? Ja, dat is de Maas. Dan loop ik langs de Maaskant met mijn rug naar Luk. Lorenz naar de Maanstaat en denk weer jaren druk. Senegal weer vuur mee, de buis en ook het loek. Schnauf me naast dan Rudy, verke door gestoek. Je hebt ook een stichting in het leven geroepen. Kan je daar meer over vertellen? Wat heeft dat voor dich betekend? Waarom is dat op die pad gekomen? Dat het verhaal dat lijstje vind ik een heel schoon dat ze dat zei, is op die pad gekomen. Dat is eigenlijk wat mijn gans leven is gebeurd. Ik geloof zelf niet zo in planning. Ja, dat is nu soms weer een carrière is gepland. Of de lui willen geire dingen al willen u van u vanmorgen weten wat er gebeurt. Of andersom moet ik het zeggen. Dat heb ik niet. De stichting moest het over hebben, dat is stichting Jambo Hakuna Matata. Dat is Swahili, dat is een Afrikaanse taal. Verplukt de dag en maakt er wat zoons van. Zorg dat ze een doorgoed doorkomt, die blijven bieden dag. Wie is dit gekomen? Het is gewoon toeval, ook dit wordt toeval, dat mijn huisarts zei. Laten zetten, ik moest dus met mij naar Afrika gaan. Dat kwam veel in West-Afrika, dicht door projecten, dicht door dingen. En we worden nu gevraagd om in Oost-Afrika, namelijk in Kenia, worden gevraagd om daar een bouw te begeleiden van een weeshuis. Daar wordt er geweest en zei, ja, die kinderen moeten toch naar school kennen, zei, die moeten toch onderwijs krijgen. En die Nederlandse medische zorg van mij, maar ook onderwijs krijgen. Gangensmet, die hebt verstand van scholen.
Ik versta het van scholen. Goed, ik weet het klein beetje van scholen, maar af en met naar Afrika, gewoon om daar verstaan van scholen te hebben, dat zorg ik even niet zo zitten. Maar, tegelijkertijd, als dat zit een beetje in me, als het me een beetje nieuwsgierig maakt, dan wil ik geen ja zeggen. Dus ik ga naar Hevers, ik ga naar Hoes, zeg tegen mijn vrouw, die heeft me enigheid gevraagd. Ik zat niet bij en ik ga waarschijnlijk geen nee zeggen. Dus verkeer me dat aan. Er is een sjaal opgeknapt van 16 lokalen. En opknappen betekent zorgen dat de bankje goed zien, dat de negel uit zetjes ingeschroefd, dat er een beetje stroom is, dat er een waterleiding loopt. Dat is het dan. En men zei het gewoon, als ze één keer dit gedaan hebben en dan ben je doorheen gegaan en heb ze al mogen doen en door een stupje vrij te bewijzen van spreken, dan geest of niets mee of de geest gaat leven. En dat is dus gebeurd. Dat is dus gebeurd. En je hebt begrepen dat opbrengst van dit boek, ja, die gewoon ook... Dat is de bedoeling, dat als dit boek dadelijk, laten we zeggen, dat weer een kosten gemaakt als dat ook die kosten is. Ja, ja, ja. En dan kunnen we overwaarde aan, dan geeft dat wel de kant op. Nou, en die werk als liedjeschrijver, als zanger, wat en wie heeft je zo geïnspireerd? Dus los van leuk corbie, familieverband, groenteverband en schrijvers, landelijke schrijvers, zien drie namen die op macroniveau, dus wereldmacroniveau, dat uitspringen. Dat zien Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Dat zien voor mij altijd lui die, van de weinige lui die in staat waren op wereldniveau richting te geven aan grote groepen lui. En noem eens een liedje wat zich daar heel erg, wanneer ze zich heel erg hebt laten inspireren. Dat wat een droom van mijn leven, heel duidelijk. Mijn pa, die zag altijd, die leden mijn ma achter met nu gekeken en dan ging er nog een vergadering of nog een doevelokaal en drie in zijn gum en dan zag je, jongen, verstandig. 30 jaar later, nadat, 30 jaar later, 1998. Mijn pa is in 94 gestorven, zo moet ik het zeggen. In 98 worden 30 jaar geleden Martin Luther King wordt doodgeschoten. En die zag, iedereen weet dat, I have a dream. En in die speech heet er het over wat mijn pa zag, verstandig. Dus zij zag op groot macro niveau wat mijn pa op microniveau zag tegen ons. Daar lag de koppeling en daar lag de basis van het liedje. Een droom van mijn leven, verstandig. Een tijd dit mij beseffen, wie woord is wordt wel zien, door mijn oude diks gesproken, zo echt en geen schien. Jong verstandig, verdrogig, en loerig in gezicht, haast er vregeld, blijf toch kalm. Dat gedens heller licht, frank en vrede werling, dat valt niet altijd met, maar verstandig, verdrogig, zo gaat steed in gang gezet. Nog even heel persoonlijk dan over dat stapje truc. Je hebt stapje truc gedaan, je hebt truc gekeken, je hebt om de geer gekeken. En wat zie je nog op de horizon verschijnen? De hoopsdingen, maar welke kant wil ik op? Ik heb nooit, als ik terugloog, een kant op geweld. Ik wil altijd graag het onderwijs zien, dat heb ik altijd graag geweld. Dat voelde ik als kind al leuk. Ik heb bij mijn eigen pa in de klas gezeten. En niet voor mijn pa op die, maar oh, een hele goede onderwijzer, klaar. Heb je 16 kinderen in de klas gehad? Nee, ik heb niet een kinderen in de klas gehad. Nee, dat is ja, dat is wel een soort andere school. Een andere, gewoon ga je in een andere deur werken dan als hoe gewoonde, ja, sowieso. Ja. Maar wat wordt er ook? Waar zich naartoe wilt? Welke stip heb je op de horizon? Dan moet ik zo zeggen, ik loor heel geire wiet. Als ik op vakantie ben, wil ik geire wiet kunnen loren. Ook hier in de Maas, dan wil ik wiet loren. Hoe komt dat vandaan en hoe gaat dat heen? Maar voor diezelfde een stip op de horizon, misschien een stippenlijn. Om metaforisch te kunnen, een stippenlijn, dat kennen we al, want dat zal altijd diffuus blijven. Dat is voor iedereen. Maar ik hoop dat het in klankverband lukt
om nog even te kunnen doen, maar gewoon wie wat het nu doen. Ik ben een hele gelukkige mens. Ik heb een heel fijn vrouw, 3 kinderen, schoonzus en 3 kleinkinderen. En alles is gezond en ik moest heel blij zijn. Maar dat kan me morgen veranderen. En dan zie ze hem degene ook veranderen. In mijn omgeving zien ook lui al weggevallen die eigenlijk er nog gewoon houden moeten zien. Ja. Gooi bekende, gooi vriend en de broervader, die houden er moeten zien. Maar dat is niet. Maar dat is ook een gegeven van de tijd dat lui vreugdgeun, middelgeun, noordgeun. In het boek staat letterlijk, als je geluk hebt, loopt ze 70, 80 jaar rond, heb ze minder geluk, dan geest de ieder weg. Heb ze nog meer geluk, wordt ze misschien 100. Maar hoe hangt geluk van af? Wat is wie dat? Wie definieert ze dat? Ik heb er een gans nummer aan gewijd, een gans hoofdstukje van. Geluk, wie definieert ze dat? Is dat, het was dosis groeien, wie de cameraman zet, daar groeien er vruchten aan. Dat mooi gelukkig alleen voor hem. Of de maas is een stuk zuiver als 20 jaar geleden. Of met oudste kleintje in de middelbare school, of nummer op. Ja. Het zit in zo'n klein ding. Het geluk ligt op de straat, in goeie of slechte straat. Staand op en gang het zoeken, het is niet zo wiet. Vuur de naast jou heel kort bij.